Ja man, daar zijn we weer. Weer lekker rijden op de Busta. Nou, vandaag niet onderweg naar het werk. Want het is lekker weekend. Ja man. We gaan even tanken. Dan gaan we hier bij die Fietenoil doen. Wat ik van de week al zei. Gaan we even kijken wat ze doet. Of ze het lekker vindt. En dan gaan we even naar Biker Outfit. Daar gaan we voor die SP Connect kijken. Ik denk die vlamt hem zo door, hè. Nou, gaan we eens even kijken wat de prijs is. Super Plus 1,529. Dat is niet duur, hè. Hoppa. Nou, wij gaan, ik ga even tanken. En dan rijden we door naar Biker Outfit. Ga ik over de snelweg doen. Dus ik zie jullie bij Biker. Zo, zijn we dan bij Biker Outfit. Gekke dingen. Kijk eens, hij zit erop. Nou, ik kan nog allemaal stellen en doen. Ik heb hem er nou even ingezet. Even zo recht. Ik denk dat ik hem uiteindelijk zo wil hebben. Maar dan moet ik even kijken, want op zich is dit ook wel makkelijk met bedienen en zo. Dus ja, daar ga ik nog even mee puzzelen. Wat ik nou precies wil. Nou ja, voorlopig doet hij het nou even. Dus gaan we weer lekker rijden. Rijden. Kijk, daar doen we het voor, hè. Die Flitsmeister. Die hadden we nodig. Op die boost, ja. Nou, ik zie wel dat ik hem even iets bij moet stellen, want hij staat net scheef. Maar dat maakt niet uit. Pak er thuis even de inbus erbij. En dan gaan we hem gewoon even helemaal precies zetten. Ah, super chill systeem. Ik heb hem natuurlijk al op die V-Strom. En nou ook op deze. Ah, het is gewoon echt een super chill systeem. En lekker is, weet je, ik heb allemaal verschillende soorten. En gelukkig levert de SP Connect het allemaal. Ah, deze zit in die balhoofd. Van de V-Strom heb ik er eentje om het stuur. En eentje op die dunne stang, dat noem je de Mirror Mount. Nou, ze hebben alle opties wat je wil. En dan heb je ook die X nog wat. Dat is dan niet van SP Connect natuurlijk, maar dat is zo'n groot ding, jongen. Je hebt een heel apparaat hier zitten. Dus dat zit met zo'n RAM-mount. En dat wordt zo gigantisch. Deze is gewoon mooi, klein, subtiel. Ik hoor wel dat je van iPhone, dat je dan je camera naar de kloten gaat. Nou, ben ik blij dat ik geen iPhone heb. Dus ja, bij mij blijft die ook heel. Tot nu toe, hè. Mooi bikey. Zo, rijden we ondertussen in Hoofddorp. Ik ga dus even kijken in Hoofddorp wat te beleven valt. Dat brokje A5 heb ik even overgeslagen voor jullie. Want ja, er staat gewoon heel veel wind. En dan hoor je alleen maar... Is niet goed. Ah, ideaal hoor, top hoor. Top motortje, top SP Connect dingetje. Ik gezellig, maar gelukkig weer. Hij is gewoon lekker joh voor navigatie. Flitsmeister. En alles erop en eraan. Hij is gewoon lekker joh. Als je gebeld wordt kan je zien wie er belt en al die ongein. Je kan een beetje muziekje switchen en zo. Achteruit is een bekende motor, maar... winkelstraatje van Hoofddorp. Tenminste de oude winkelstraat, tegenwoordig zitten er allemaal winkels hier achter ook. En vroeger was alleen dit. Alles leeg, hè? Dikke Porsche. Hier. Maar ik denk dat hij een vrachtwagen rijdt. Kijk hoe hij die bochten neemt. Kijk dan. Helemaal loco. Loco locomotief. Je merkt het overal, hè, dat het uitgestorven is. Anderhalf meter op skut. Kijk daar, een dikke KTM daar op het balkonnetje. Hoppa. Nou, ik vind KTM's hele mooie motoren. Echt waar. De crossers, de offroad. Ik vind het allemaal hele mooie motoren. Maar ik heb gewoon 0,0 vertrouwen in, joh. Ze zeggen niet voor niks KTM. Keep throwing money. Weet je, ja, daar heb ik geen zin in. Dus daarom ben ik ook Suzuki fan. Maar die KTM's zijn wel... Zo, het ligt hier. Die KTM's zijn wel mooi, hoor. Dus ik vind ze echt mooi. Te snel, te snel. Don't worry, ik heb Flitsmeister. Die 1290 ook, jongen. Poh, wat een ding is dat, jongen. Een power heeft dat ding. Maar je ziet ze gewoon zoveel stilstaan. Dus ja, misschien heb jij hem net mazzel met zo'n ding. Maar ik hoor gewoon verhalen dat ze heel vaak stilstaan. En heel vaak problemen hebben. Van de motocrosswereld weet ik het ook al. Daar... ja, die dingen worden gewoon extreem licht gemaakt en dus al het materiaal is ook minder sterk, omdat het veel lichter is gemaakt. Dus het gaat gewoon heel snel naar de kloten, heel snel onderhoud nodig. En bij mij moet dat ding starten en lopen. Echt waar, en iedereen die zit te denken om je motorrijbewijs te halen, doe het. Doe het gewoon. Het geeft je zo'n vrijheid. Hop. En zelfs als je een lichtere motor moet beginnen, A1, A2, al die ongein wat je allemaal hebt, maakt niet uit. Doe het gewoon. Daar ga ik weer zo'n hoofdweg op, dat wil ik niet. Nee, echt, doe het gewoon. Je hebt zo'n vrijheid. En met zo'n licht motortje doe je wel ervaring allemaal op, weet je wel. Je krijgt verkeersinzicht, je hebt bikegevoel. Ja, en dan naarmate je ouder wordt en meer ervaring krijgt, ga je steeds een zwaardere motor pakken. Nou hoor je mij niet zeggen als je net je rijbewijs hebt dat je niet op een zware motor kan rijden, hoor. Dat ligt echt allemaal aan jezelf. Dat is gewoon jouw rechterhand die het allemaal in controle hebt. Dus je hoort mij echt absoluut niet zeggen van nou, als je net je rijbewijs hebt moet je niet dit of moet je niet zus. Gewoon doen wat jij wil. kopen wat jij wil. Maar ik zeg wel, als je nog maar een A1 rijbewijs hebt, wegafsluiting, interesseer me niet. Hoe heet het, als je net je rijbewijs hebt en je hebt een A1, maakt niet uit. Je doet wel ervaring op. Of mensen die zeggen, ja nee, ik wacht wel totdat ik mijn volledig rijbewijs kan halen. Nee man, niet doen, je mist zoveel. Ook op een lichtmotortje kun je onwijs veel fun hebben. Tuurlijk, je moet niet de snelweg op gaan duiken met zo'n ding. Maar gewoon lekker binnendoor, lekker toeren, gezellig met je grappies. Ja leuk man, of alleen zoals ik nu rij. Dat is leuk. Je leert er heel veel mensen door kennen. Hey, want je ziet daar een biker, daar een biker. En overal maak je even een praatje, motortjes bekijken. Ja, het is echt... ik raad het iedereen aan om zijn motorrijbewijs te halen. Man, vrouw, maakt niet uit. Genieten. Enjoying the life. Kijk hoor, dan gaan we niet hierin, want hier heb je een paar aardpuisten, jongen, daar word je bang van. Dus ben jij net 18 of iets ouder en je zit te denken om je motorrijbewijs te halen, doen. 100% doen. Erg waar, het is gewoon genieten. Even uit je werk of uit school, net wat je doet. Nog even lekker rijden. Wow, genieten man. In het weekend lekker met de boys op pad. Rijdoutjes meepakken. Ja, echt voor iedereen een aanrader. Dan rijden we weer in uw van-up. Enjoying the bike life. Jezus, wat denken die mensen nou tegenwoordig, man? Ik lig gewoon plat op de grond met mijn ding en ik rijd er ook gewoon overheen. Kom op, man. Hier helemaal uitgestorven. Een paar Polski's die van hun werk afkomen, die nog even pilsje hebben gehaald. Voor de rest is het echt heel rustig. Nou, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond. Tot de volgende keer maar weer. Vergeet niet even te abonneren, liken en reageren. En vergeet zeker niet langs Biker Outfit te gaan voor al je spulletjes. Peace out.